Volk van Suriname, goedendag. We zijn 2 weken verder van de laatste boodschap omtrent COVID-19. Heden spreek ik u toe om de thans geldende regels met u te delen. Als minister van Volksgezondheid heb ik gemengde gevoelens. De situatie ten lande is stabiel te noemen. Terwijl ik dat zeg, moet ik mijn bezorgdheid uiten omtrent de meest belangrijke factor. Dat is de mens en haar gedrag. De cijfers van de afgelopen periode geven het volgende beeld. Het aantal nieuwe gevallen toont een daling naar 2,14 per dag. 4,4% van de dagelijkse testen is COVID-positief. Ons streven is natuurlijk om nog steeds onder die 10% te blijven. De WHO zelf geeft aan onder de 5% te blijven. Er liggen 3 personen momenteel op de intensive care. Dat is een bezetting van 12%. Vergeleken bij 16% van de afgelopen week. 6 patiënten liggen op onze verpleegafdelingen van het Wanika ziekenhuis en Academisch ziekenhuis Paramaribo. Daarmee is de bezetting van de landelijke beddencapaciteit 4% vergeleken met de vorige week, waarbij dat 8% was. Er liggen 6 patiënten in de isolatieunit van het Wanika ziekenhuis. Dat is een bezetting van 3% ten opzichte van 5% de vorige week. Suriname heeft helaas 1 dode te betreuren aan de gevolgen van COVID-19. Onze condolences gaan uit naar de nabestaanden. Al met al geeft dit wel een positief beeld. Mijn eerder genoemde bezorgdheid heeft te maken met het huidige straatbeeld in Suriname. Er zijn consequent steeds meer feesten. Er zijn steeds meer plekken die de regels overschrijden. Social media staat er bol van. Het is december. We weten dat we met z'n allen in de feeststemming zijn. Ik wil echter benadrukken dat wij landgenoten zullen verliezen als dit gedrag verder gaat. Het is onherroepelijk dat er meer Surinamers in ziekenhuizen zullen belanden. Surinamers zullen sterven als wij dit gedrag voortzetten. Wij blijven daarom monitoren. Wij blijven een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van u als burger. Door onze positieve houding voorkomen wij samen een nieuwe golf van besmettingen. We weten dat de maatregelen vaker als onsmakelijk en beperkend worden ervaren. We kunnen echter niet anders. Dit is het nieuwe normaal. Wij willen allemaal het jaar op de traditionele Surinaamse wijze afsluiten. De regering zal uw medewerking echter meer dan ooit nodig hebben ten einde een nieuwe golf van besmettingen te voorkomen. De traditionele Pagara-estafette kan nu al worden bestempeld als een potentiële superspreading event. Houdt u daarop rekening dat deze traditie voor dit jaar geen ondersteuning geniet op basis van het gevaar voor onze gezondheid. Voor de gezondheid van uw naasten en geliefden. Landgenoten, de controle op de naleving zal intensief worden voortgezet. Hierbij doen wij een beroep op de samenleving en het bedrijfsleven om deze protocollen op de juiste manier te blijven volgen. Blijft u zich aan de regels houden. Het COVID-19 Quick Response Team is nog steeds actief en treedt waar nodig handhavend op. Schroomt u niet om te bellen naar het Quick Response Team op het telefoonnummer 105. Indien u denkt dat er sprake is van overtreden van de regels. Sociale controle is van eminent belang. Ik benadruk dat er niet zal worden geschroomd om over te gaan tot sluiting van gelegenheden, indien daar aanleiding toe is. Ik richt mij ook tot organisatoren, muziekformaties, DJ's, cateringbedrijven, decorateurs en anderen die opdrachten aannemen voor feesthouders. Ik herinner deze bedrijven aan het presidentieel besluit, waarin duidelijk opgenomen is dat feesten en evenementen verboden zijn. U bent mede verantwoordelijk voor feesten en de eerder genoemde controle zal ook voor u gelden. Wij zijn op de hoogte van uw inkomstenderving en zoeken ook daar naar gerichte oplossingen. Werkt u in het belang van de gezondheid van ons allen niet mee aan het organiseren van feesten. Ook doe ik een beroep op feestbezoekers.
om niet in te gaan op de uitnodiging van feesthouders. Immers, er zullen ook sancties voor feestbezoekers gelden. Volk van Suriname, we zijn ons ervan bewust dat de COVID-19-pandemie ontwrichting brengt. We werken hard aan het inzetten van de nodige middelen die verlichtend kunnen werken. Steun wordt gegeven waar nodig en doelmatig is. De regering zal continu blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief, maar ook doelmatig zijn. We blijven bijstellen in hoeverre het mogelijk en verantwoord is om de maatregelen te verlichten, of dat het juist noodzakelijk is om de maatregelen te verscherpen. Hierbij zoeken wij steeds balans tussen enerzijds het belang van bescherming van de volksgezondheid en anderzijds het sociaal-economisch belang en het voorkomen van armoede in de samenleving. We volgen de internationale adviezen van gezaghebbende gezondheidsinstituten op de voet. De afgelopen week werd bekend dat studies hebben uitgewezen dat de besmettelijkheid het hoogst is in de eerste week na besmetting. De CDC heeft daarbij nieuwe adviezen gegeven met betrekking tot de quarantaineperiode. Ons outbreak management team heeft na goed overleg besloten om de quarantaineperiode te wijzigen van 10 dagen naar 7 dagen. Dit op basis van de recente wetenschappelijke inzichten. Landgenoten, vanaf maandag 7 december tot en met zondag 20 december gelden de volgende maatregelen. De algemene maatregelen blijven van kracht. 1. Draag uw mond- en neusbedekking. 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, altijd in acht. 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Maatregel 1. Het uitgaansverbod blijft ingesteld van 11 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. Geen samenscholing van groepen groter dan 30 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Maatregel 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden. Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van desbetreffende ruimte. De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd. Maatregel 4. Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechter en of toeschouwer. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan. Maatregel 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel 6. Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod, toch open zijn. Maatregel 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, tenzij zij beschikken over terrassen in de open lucht. Verder zijn opengesteld markten, recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra. Contactberoepen zoals de fysiotherapeuten, kapsalons en barbershops. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de COVID-19-maatregelen. Maatregel 8. De grens via de lucht blijft partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek gelden voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector.
Het mag duidelijk zijn dat de regering u in de gelegenheid wilt stellen om op een veilige, doch verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen. Daarom vraag ik u nogmaals zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien u reisplannen hebt. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen. Maatregel 10. Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. In gevolge daarvan de volgende toelichtingen. Er zal gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd. Laag, medium en hoog risicoland. Aan de hand van deze klassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger zou moeten voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De klassificatie van de landen zal voortdurend, maar tenminste wekelijks worden bijgewerkt. Neemt u contact op met desbetreffende autoriteiten indien u wilt afreizen. De precieze voorschriften worden u meegedeeld na verkregen toestemming. Alle goedgekeurde protocollen zijn te zien op de website van het BOG www.bogsuriname.com. Ten aanzien van de handhaving. Er is een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105. Het Hoogste College van Staat, de regering en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van bovengenoemde maatregelen. Met dien verstande dat zij alle voorschriften en COVID-19 preventieprotocollen dringend in acht nemen. Beste landgenoten, gezonde voeding en optimaal bewegen zijn randvoorwaarden voor een goede fysieke gesteldheid. Versterk uw eigen weerstand te alle tijden. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. Wij gaan hier samen doorheen en delen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tot slot danken wij de gezondheidswerkers voor hun bijdrage en zorg. Weer spreken wij een woord van bemoediging uit naar werknemers en werkgevers in alle sectoren. We gaan het samen doen voor ons allen, voor onze kinderen, voor ons geliefd land Suriname. God zegene u. Dank u voor uw aandacht.